Hey, goedenavond allemaal. Hallo. Ik ben Lien. Ik ben de auteur van het boek Get Real, voor wie elke dag zijn goesting wil doen. In deze tijden van corona, waar onze vrijheid bijna helemaal beknot is, lijkt dat idee van elke dag je goesting doen misschien wel totaal van de pot gerukt. Nee, nochtans, elke dag je goesting doen, dat is vooral een mindset shift. Als jij jezelf soms afvraagt, is dit het nu? Ben ik wel met de juiste dingen bezig? Luister dan gewoon de komende dagen naar mijn video's hier live op Facebook. Want elke dag lees ik een stukje voor uit mijn boek. Om jou te inspireren. Want we zijn deze dagen wel begrensd in wat we fysiek mogen doen. Redelijk opgesloten in ons huis. Maar we zijn niet begrensd in wat we mogen denken in ons hoofd. Dus deze voorleesvideo's die zijn er voor iedereen die dat bereid is een rijk leven te leiden. Vandaag, morgen, doorheen deze crisis en ook nog daarna. Heel veel plezier. Gisteren had ik het al over het begin van mijn boek. En waarom dat mijn verhaal en mijn boek ook voor jou nuttig zou kunnen zijn. En vandaag ga ik het hebben, of ga ik liever het volgende hoofdstuk voorlezen, het tweede deel. En dat is specifiek voor de twijfelaars en de sceptici onder jullie, die dan misschien wel denken dat elke dag je goesting doen helemaal niet voor u is weggelegd. Trouwens, mijn boek bevat een aantal illustraties, gemaakt door de geweldig getalenteerde Kathleen Steegmans. Check out her website. Ze is een fantastische mixed media artieste. In Antwerpen heeft ze haar studio. Zij heeft de illustraties gedaan van mijn boek. En goed, ik ga jullie het tweede deel voorlezen. Twijfelaars en sceptici, dit is voor jullie. Wat je voorafgaand moet weten. Je herkent het wel, die vraag die je altijd krijgt wanneer je iemand nieuw ontmoet. En wat doe jij? De verwachting is dat je antwoordt met welke job je hebt. Ik heb het altijd gek gevonden dat je bestaansreden als persoon vernauwd wordt tot de dingen die dat je doet om je geld te verdienen. Wanneer ik iemand nieuw ontmoet, en dat gebeurt bij mij als voltijdse nomade en wereldburger redelijk aan de lopende band, dan antwoord ik altijd op de vraag, en wat doe jij? Dan antwoord ik, mijn goesting. Het blijft dan meestal enkele seconden stil en ik zie zo wat kortsluitingen knetteren. Want dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus moet ik uitleggen hoe dat precies in zijn werk gaat, elke dag een goesting doen. Hoe dat ik zocht naar wat dat voor mij betekende en hoe ik daar mijn leven rond heb proberen te bouwen. Vaak komt er dan een spervuur aan vragen op mij af. Want de meeste mensen willen natuurlijk weten of zij dat ook zouden kunnen. Soms zijn mensen ook op zoek naar de bevestiging waarom dat zij dat vooral niet zouden kunnen. Is elke dag je goesting doen iets voor u? Wel, wellicht wel. Dus hieronder, of hieronder zo dadelijk, vind je alvast een overzichtje van allerlei twijfels en angsten, vermomd als vragen die mensen hebben vooraleer dat ze effectief hun goesting gaan doen. Het zijn een heleboel vragen die ik zeer regelmatig krijg. En de eerste die vaak mensen mij stellen, dat is: moet ik rijk zijn om elke dag mijn goesting te kunnen doen? Om mijn eigen unieke pad te kunnen volgen? Nee, helemaal niet. Ik kom ook niet van een rijke thuis. En ik heb heel mijn tienerleven vakantiejobjes gedaan, weekendjobs gedaan. En ik heb ook geen oom Dagobert of zo. Dus jij hoeft ook helemaal niet rijk te zijn om elke dag je goesting te kunnen doen. Wat mensen mij soms nog vragen is: moet ik mijn ontslag indienen om elke dag mijn goesting te kunnen doen? Nee, niet per se, hè? Nee. Het
een beetje vanaf waar dat je comfortzone natuurlijk ligt, maar je kunt verschillende stappen zetten richting een revenvol goesting. Van hoe kan ik meer tijd creëren voor mezelf, tot hoe kan ik een bedrijf bouwen dat misschien vanzelf draait. Het staat allemaal in deze boek en daar ga ik de komende dagen meer over vertellen. Dit boek is echt een stappenplan om jou dichter te brengen bij elke dag je goesting doen. Moet ik nu ook beginnen reizen? Ik wil gewoon meer vrijheid hebben. Mensen vragen mij dat dikwijls. Ik ben een wereldreiziger, ik reis heel veel. En mensen vragen, ja, maar moet ik dan, als ik mijn goesting wil doen, moet ik dat ook reizen? Want ik reis eigenlijk niet zo graag. En het antwoord is natuurlijk niet. Je hebt je eigen persoonlijke goestingsjes en ik heb de mijne. En reizen, dat is voor mij een belangrijk deel van mijn leven, om een leven vol goesting te leiden. Maar dat hoeft voor jou helemaal niet zo te zijn. Hè? Doe vooral je eigen goesting, zou ik zo zeggen. Wat mensen mij ook soms vragen, dat is, moet ik een risiconemer zijn? Nee, hè? Dat boek hier, dat ik in mijn handen heb, Get Real, dat geeft tips voor wie dat amper risico's durft te nemen, maar ook voor wie dat morgen al zijn bruggen wilt opblazen, luidkeels fuck you roepend, en voor iedereen daartussenin. Is dit boek iets voor twintigers, zonder veel verantwoordelijkheden? Nee. Get Real is helemaal niet voor twintigers zonder veel verantwoordelijkheden. Alhoewel dat er heel veel twintigers zijn die mijn boek al gelezen hebben. Maar dit boek is echt voor iedereen die dat het beu is om het uitgestippelde pad te bewandelen. Ik was trouwens zelf al een dertiger toen ik volop mijn goesting ging doen. Mensen vragen mij soms ook, wanneer ga jij stoppen met reizen? En wanneer ga jij je eens een keer settelen? Wel, als ik het beu ben en wanneer ik er zin in heb. Want wat betekent settelen eigenlijk? Is daar een definitie van? En wat is die dan? Een huis met een tuin, een vaste relatie, een vaste job? En dan antwoord ik altijd, dat heb ik al eens gedaan in mijn leven. Dat was super. En nu is het tijd voor iets anders. Settelen is niet per se het beloofde land. Tenzij dat je settelt in het beloofde land natuurlijk. Maar dat is een heel ander verhaal. Nog een vraag die ik vaak krijg van mensen die kinderen hebben. Wat dat jij doet, zo elke dag je goesting doen, dat kan je toch niet doen als je kinderen hebt? En als je met deze vraag bedoelt dat je kinderen niet overal rond de aardbol kunt meenemen, hè, als een nomadische familie. Wel, dan raad ik je aan even te googlen naar How to Travel Long Term with Kids of Nomadic Families. Als je met die vraag bedoelt dat jij dat niet zou kunnen doen met jouw kinderen, dan is dat volledig jouw keuze natuurlijk. En als je met deze vraag bedoelt dat mijn leven eentje van onverantwoordelijkheid is, dan antwoord ik dat er niets zoveel verantwoordelijkheid vraagt als de ultieme vrijheid. Ik zou dat ook wel willen wat jij doet. Maar ik kan toch niet zomaar alles wat ik heb opgebouwd weggooien? Nee, dat zou ik ook niet doen. Maar het is niet omdat je een nieuw pad inslaat dat je zomaar alles weggooit. Dat lijkt nogal een beetje op catastrofe denken, waar ik het later in dit boek over ga hebben in het derde deel. Een vraag die ik soms nog krijg, dat is, hoe kan ik met minder geld toch comfortabel leven? Wel, om dat te weten te komen, moet je luisteren wanneer ik het hoofdstuk liever ga aansnijden over noodzakelijk geld en leuk geld. En nog twee vragen die mensen mij stellen. Moet ik een universiteitsdiploma hebben of een bolleboos zijn om elke dag mijn goesting te kunnen doen? Nee, hè? De universiteit is niet bedoeld om je te leren hoe dat je goesting kunt doen. Integendeel zelfs. En soms vragen mij mensen ook wel eens, word je dat dan nooit beu, dat reizen? En dan zeg ik, word jij het ooit beu om elke dag je goesting te doen? Aan jou het antwoord voor mijn weet.
Merci om te luisteren. Ik vond het heel leuk om het tweede deel van mijn boek met jullie te delen. Specifiek geschreven voor ja, toch wel de twijfelaars en de sceptici die denken, elke dag mijn goesting doen, dat is niks voor mij. En al helemaal niet in tijden van corona. Wel, listen up, elke dag je goesting doen, it's all in the mind. Ik zie jullie morgen heel graag terug. Dan hou ik opnieuw een voorleesmoment, ongeveer rond deze tijd, 8:30, 9:30, 9:30. En dan ga ik het hoofdstuk aansnijden, mijn grootste angst, toen ik Get Real schreef. Dat is een heel kort hoofdstuk, maar ik wil dat toch wel met jullie delen, omdat dat voor mij een enorm obstakel geweest is om dit boek te kunnen schrijven. Een obstakel dat ik echt heb moeten overwinnen, ja, vooraleer dat ik het überhaupt de wereld in kon brengen. Dus ik zie jullie heel graag morgen terug. Dan ga ik wat verder lezen uit mijn boek Get Real, voor wie elke dag zijn goesting wil doen. By the way, ook deze illustratie van de cover, die is gemaakt door Kathleen Steegmans. Go check her out, een zeer getalenteerde mixed media artieste. Heel fijne avond gewenst en wij zien elkaar morgen terug voor een nieuw voorleesvideootje van Get Real, voor wie elke dag zijn goesting wil doen. Slaap wel en tot morgen. Ciao, stay safe.